Maar toch, ondanks dat het min 1 is, ik vind dat altijd lekker. Ik voel het een beetje als een voorjaars schoonmaak, maar die moet ook nog komen. Maar ik wil... Ik ben ook weer terug in een feestje. Zo lang geleden. En nu gaan we lekker pizza maken. En ik ben de hele tijd met Denise aan het appen. Maar we willen morgen met de kindjes weg. Goedemorgen, we beginnen deze zaterdag met geroosterd brood met jam en thee. Ik heb net lekker gedoucht. Oh, en ik wilde er zo niet onderuit. Het is zo lekker warm. En nu moet ik me aankleden, maar ik weet niet wat ik aan wil, want het is vandaag zo koud en ik moet ook naar buiten. En ik wil eigenlijk gewoon niet, omdat het zo koud is. Maar zij heeft een feestje, dus ik kan het niet maken om te zeggen, nou, we gaan de deur niet uit. Kijk. Deze had wel lekker warm. Ik moet gewoon een lichte outfit. Al ben ik het er niet helemaal mee eens met deze outfit, maar het heeft tenminste warm. Het is voor nu deze trui van Friends Connection met mijn Levi's Mile High geworden. En schoenen en zo kijk ik dadelijk voor. Ik ga eerst nog even thee drinken. Daar heb ik zo'n trek in. Ik voel me een beetje uitgedroogd. En er ging net een beetje shampoo in mijn oog. En hij blijft een beetje irriteren. Dus ik hoop dat dat zo overgaat. Dan kan ik me opmaken. Maar als ik dat nu ga doen, dan gaat het niet echt goed komen. Ik heb deze hele leuke poppetjesbroodjes gebakken voor lunch. Het is eindelijk klaar. Dus ik ga er net een kinderfeestje brengen. Oh, het is weer zo koud. Het vriest ook buiten. Maar toch, ondanks dat het min 1 is... Is het warm? Het voelt niet heel koud, maar dat komt omdat er bijna geen wind staat. Dat scheelt. Hier krijg ik het dus gewoon in plaats van het koud van. Gewoon dak eraf. Het vriest, mensen. Zij was gezellig op de feestje aan. Die had er zo'n zin in. Was zo leuk. Al die kindjes zo enthousiast. En wij zijn bezig met een grote opruim schoonmaak. Ik heb al die spullen die ik gisteren gepakt had, heb ik al weg. En ja, ze zijn allebei grote kleine taartjes aan doen. Marcus is namelijk ook uit zijn werk al gekomen. Maar die is even iets van boven aan het pakken. Voor mij wat ik ook nog wilde opruimen. Dat had ik al uitgezocht, maar dat krijg ik niet alleen naar beneden. Ik vind dat altijd lekker. Het voelt een beetje als een voorjaars schoonmaak. Maar die moet ook nog komen. Maar ik wil echt dit jaar, wat ik dus vorig jaar elk jaar gezegd heb. Gewoon echt al die zooi goed uit huis. Ik heb natuurlijk die schoonmaakkast, echt zo'n schoonmaakzone gemaakt. Dat heb ik een beetje nagedaan van de home edit. Daar ben ik echt heel blij mee. Het is echt heel fijn om gewoon één plek te hebben waar al die dingen wat in die categorie hoort, staat. Verder staat dat nergens. Het staat allemaal daar gecentreerd, uitgezocht. Dus het staat er alleen niet al te mooi. Dat komt omdat daar gewoon geen ruimte voor is in die kast. Omdat de meterkast is. Maar gewoon dat het zo op één plek staat, echt top. Want daarvoor had ik... Een beetje in de keuken, een beetje bij de vaatwasser, een beetje in de buffetkast. Daar stond al een beetje. Ik had hier een andere kast wat. En dus dan ben je altijd aan het zoeken of dan past het weer niet. En ja, echt top. Dus dat is wel iets wat ik voor dit jaar wil doen en ook echt wil gaan doen. Maar ja, dan moet er gewoon eerst een hoop zooi uit huis. En ik wil wel alles echt goed uitzoeken. Dus ja, vandaag weer een klein stukje eraan gedaan. Dat is echt, echt mega, mega fijn. En voor de plannen die er toch zijn om te verhuizen, is het dan toch ook wel heel erg fijn dat dan heel veel dingen gewoon nog goed uitgezocht zijn. En als je dan gaat verhuizen, dan heb je alleen nog maar in huis wat je echt wil verhuizen. Dus dat is eigenlijk ook ergens een klein beetje het plan. Wij zijn super druk bezig geweest en opeens keek ik op de klok en denk, oh, moet echt gelijk nu de deur uit. Precies, echt de timing niet te vroeg te laat. Dus was niet vergeten, absoluut niet, maar... ja, het komt precies zo uit. Het is weer zo vochtig in de auto, want heel die ruit weer beslagen. Ik vind het stom. Maar goed, ik ben benieuwd of ze het leuk heeft gehad. Zal vast wel. Ze houdt echt wel van dat soort feestjes. Ik ben ook weer terug in een feestje. Zo lang geleden. Ik heb er echt alweer even een keer zin in.
Ik heb Sarah opgehaald. Heb je het leuk gehad? Ja. Ja? Ben je helemaal moe van dansen? Nee. Oh, dat niet. We hebben niet gedanst. We hebben gespeeld. Oh, dat is wel heel leuk. Ik heb deze gekregen. Oh, je echte goodie bag. En nu gaan we lekker pizza maken. Zing je net gezellig mee? Ja, oh, je hebt ons schaar. Ik doe altijd pizza tegen knippen. Nee. Oh, je kon dat ook drinken, dat sap. Dat is lekker ook. Nou, drink papa toch. Papa, ik wil wel drinken. Kijk je wel uit, dat randje kan heel scherp zijn. Dan moet je echt voorzichtig worden. Zij krijgt het echt wel voor elkaar. Kijk of ze uit wil rollen. Lekker, hè? Nee. Nou, misschien kan je de ananas vast een stukje snijden. Op de snijplank leggen. We willen allemaal onze pizza anders. En ik zonder kaas. Dus we maken hem altijd vooral wel aan stukken. Dus ik heb bakpapier eronder liggen. Auw. Pak maar eens. Pak maar een snijplank. Hier ligt een dipje. Ja, maar pak de vaar een beetje. Kijk je uit, deze randjes rondom, die zijn heel scherp. Oké. Pizza, pizza. Wow. Margarita. Pizza. Margarita. En wat zegt het er dan? Wachten. Nog even wachten. Ik probeerde dat haar vorige keer te leren. Dat kent het helemaal niet. En dan? Pizza. Ja, zeg, je gaat van heel groot naar heel klein snijden. En gelukkig smaakt het allemaal hetzelfde. Dus dat schiet. Zelfs in training. Het is schattig, hè? Mm-hmm. Wil jij nog meer saus toch? Nee. Ja. Wil jij nog meer? Ja. Kan nog. Het is heel klein beetje saus, hè? Alle. Nou. Dat is heel veel. Ik heb ook wel genoeg. Ik kan nog iets uit. Ja, wil jij hem even omspoelen, alsjeblieft? Goed, je kan ze deze even opzij doen. Ik ga hem niet hier, hè. Ja, dan moet hij nog afgespoeld worden. Ja, er zit heel de tas onder. Ik ga vast een stukje beginnen en jullie de ruimte zo. Lekker kip en ananas. Zo ziet mijn pizza er alles behalve netjes uit als je die van jou ziet. Het is heel systematisch. Ja. Het lijkt meer mijn pizza zo. Echt? Ja, ik ben wat systematischer meestal dan jij. Kijk, mijn pizza is echt zo. En dit is die van Marco. Maar dit is meer mijn hoofd versus Marco's hoofd volgens mij. Ik vind het wel heel grappig. En Sarah, jij hebt alleen tomatensaus vandaag. En de pizza's zijn klaar. Oh, heet het. Maar dit is echt zo ideaal, altijd zelf je pizza maken. Want iedereen heeft nu gewoon de pizza die hij heel graag wil. Marco is de deur uit en ik ben de hele tijd met Denise aan het appen. Maar we willen morgen met de kindjes weg. En we hadden alles afgesproken, behalve gekeken hoe laat. En het kan dus alleen 's ochtends heel vroeg of al tegen de avond. Maar dan is het donker, dus dat schiet niet op. Dus nu hebben we een heel gesprek over hoe vroeg we dan weggaan. Nou is het nog redelijk betijds, dus dan kan ik een poging doen met op tijd naar bed gaan. Dus ik ga nu even thee zetten en dan even iets kleins nog te eten zoeken, want ik heb wel honger. En dan ga ik maar proberen echt op tijd naar bed te gaan. Ik ga een beetje fatsoenlijk uitkomen morgen. Ik zet gewoon 12 uur. Dan zou dat toch ergens moeten lukken. Ik zit net naar Nisa. Wat is jouw vroegste om de deur uit te gaan? Pff, krijg ik echt terug. Ja, dat is wat anders, hè? Dan ben je vrij en... Thank you.
weet niet of Lola dan nog mee wil. Want dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. Maar Lola is nog wakker, dus ze gaat het vragen. Sarah, had ik er redelijk veel tijd in bed. Ik heb gewoon de lamp uit de kamer eruit gehaald. Dus ze had niet heel veel keus. En ze is gelukkig niet bang in het donker. Dus... even kijken. Ik heb nu voorgesteld dat we 7:30 weggaan. Dat vind ik echt vroeg. Voordeel is wel, we gaan natuurlijk met de auto, want het is best wel een stuk rijden. Dus je kan gewoon lekker in de auto eten. Alleen, Sarah op tijd klaar krijgen morgenochtend. Goed warm aankleden. Oké, dit plannen gaat echt alle kanten op. Ik stuur echt 7:30 weg. Dan krijg ik terug 8:30, 9:00. Oh, dat is dat we er zijn natuurlijk. Waarom zijn sommige dingen dan echt op van die onhandige tijden? En het is even gezond. Een appeltje geworden. Een niet scherp appeltje. Echt bizar. Ik kan me gewoon niet meer herinneren hoe lang het is geleden dat ik zo vroeg op bed lag. Maar ik ga dus proberen te slapen. Hopelijk lukt het. Ja, als ik nu een paar uurtjes slaap en ik word heel vroeg in de nacht wakker, wat ik normaal dan heb, is dat nu geen probleem. Dan ga ik er gewoon uit en dan moet ik toch niet veel later weg. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen. Doei doei!